En de eerste expositie in Phoenix dan. En ik heb dit van de week even laten drukken. Mensen, het is bijna zover. Mijn ruimte is bijna zo goed. Nee, het is gewoon klaar. Ik ben een perfectionist. En dat betekent dat ik nu moet gaan loslaten. En ik ga nog eventjes aan de slag met work in progress. Want ik heb er al een hele tijd zin in. Ik ben natuurlijk bezig geweest met de voorbereidingen en voor de expositie. Dus ik heb wel sinds gisteren een beetje kunnen schilderen en ook kunnen tekenen. En voor mij, ik ben moe, maar op een goede manier. Hè? En ik heb zoveel zin in zondag. En als jullie het zien, dan is het al zondag. En als je het later kijkt, is het al geweest. Anyhow, ik ben heel, heel dankbaar voor de mensen die me hebben geholpen om deze mijlpaal te bereiken. Dus heel veel liefde naar mijn familie, vrienden, zeker ook de mensen hier bij Phoenix waar ik zit. En er komt echt een droom van me uit. Gewoon dat ik de pen en inkt tekeningen aan de muur zie. Mijn schilderijen. Ik heb heel vaak heb ik het getekend, maar ik heb het nog nooit op deze manier van afstand gezien. En ook de collectie die bij elkaar hangt. Echt een droom die aan het uitkomen is. Dus ik hoop dat ik je zie. En nou ja, je kan me altijd bellen, kijken op mijn website. Om een keertje langs te komen als het je niet lukt op een zondag. Kunnen we altijd een afspraak maken. Lekker in de middag. En ja. Het gaat gewoon gebeuren, mensen. Dus. Ik mis nog een beetje geel en groen. En dat gaan we vandaag nog even creëren. Tenminste, work in progress. En wat het gaat worden, dat laat ik jullie binnenkort wel zien. Dit is inmiddels mijn tweede expositie. En de eerste expositie in Phoenix dan. Het is heel spannend. Ik heb al de meeste kunstwerken aan de muur. En ik moet nog het een en ander doen. Opruimen vooral. Ja, ik kan het jullie niet wijzen. Je moet gewoon langskomen. Oké, jullie hebben al een kleine sneak peek. Jullie zien al twee dingen hangen. En nou, als het even lukt, komt hierboven nog een televisie te hangen. Waarin ik bepaalde dingen laat zien. Ja. En nu natuurlijk heb ik natuurlijk een heel leuk klusje. Wat ik absoluut niet leuk vind. En dat is dit. Nog even weghalen, even krabben, even een beetje representatief maken. En ik heb er zin in. Wie weet, zie ik je vandaag. Natuurlijk, mijn symbolen. En ik heb dit van de week even laten drukken. En dat is de vertaalslag van die symbolen.
Kijk. Dus dan ga ik nog even aan de muur. Tadaa! En ook wat de kleuren betekenen. Dus dat ga ik hier zo aan de muur hangen. En als mensen komen, dan mogen ze het gewoon in hun hand houden. Zo vasthouden. En dan kunnen ze aan de hand van de symbolen zelf hun eigen bevindingen. En natuurlijk kunnen we er lekker over praten. Ja, ik heb er zin in. Kijk, kleur. En eigenlijk moet ik deze houden. Hè? Wacht. Deze is lekker mat. Kleur. En dan de symbolen.